Het wereldkampioenschap voor belofte in Lugano wordt een van de merkwaardigste en spannendste wedstrijden ooit. Giuliano Figueras, een Italiaan, rijdt in één ruk naar zijn landgenoten Scambelluri en Bettini. De vierde man is ook een Italiaan, wereldkampioen tijdrijden Luca Cironi. Zelden wordt een WK zo door één natie gedomineerd. In de slotklim rukken Figueras en Scambelluri zich los. De twee topfavorieten voor de eerste wereldtitel bij de belofte sprinten voor de zege. Dit is de toekomst van de Italiaanse wielrennerij. De Cironi en de Moser van de toekomst. En een van de twee die gaat doen wat nog Moser, nog Cironi konden, wereldkampioen worden bij de amateurs en bij de belofte. Scambelluri is verplicht van de sprint op kop te beginnen. Nog voor de bocht van de 200 meter, van heel ver. En gaat die Figueras zo verrassen, dat kan niet. Figueras zit in een zetel. 200 meter, minder nog, 150 meter. Figueras ernaast. Gaat Figueras wereldkampioen worden. En gaat Scambelluri na tijdrijden nog eens tweede worden. Inderdaad, Figueras, fantastisch wereldkampioen. 1 Italië, 2 Italië. 1 Figueras, 2 Scambelluri. De pas 20-jarige Figueras inspireert de Italiaanse tifosi. En voor één keer telt het WK-podium een trapje te weinig.